uren kan ik verder praten. Ga nog zo vaak terug in de tijd, na zoveel jaar. Als ik de straat zomaar binnenrijd, dan voel ik me thuis bij mijn ouderlijk huis. Want daar vloog de tijd echt voor mij, zo voorbij. Ik denk nog zo vaak terug aan hoe het vroeger was. Uren kan ik verder praten, ga nog zo vaak terug in de tijd, na zoveel jaar. Wij deden het van, jongens, wij deden het voor niks. Ja, ja. En aan de hand hebben ze het afgewerkt. Begon, toen twee armen was binnen. Ja, ja. En die betaald. Ja, ja, maar de ding is, die bij de gemeente werkte. Die Timmerman, die was er ook bij, hè? Janus Donkers. Janus, dat klopt. En Gerard van den Akker. Martin van den Akker. Ja. Martin. En ook Biemans, Joris Biemans. Jorke. Ik heb hem gisteren nog gesproken. Oh, ja. Ja, bij mijn dingen door. In de winkel. Waar je ook Timmerman toch niet? Nee, Jorik was een boerenman. Ja. Ja, ja. Maar we willen nog een keer het hele verhaal van het jeugdwerk. Dat willen we nog een keer op beeld gaan zetten. Dat nodigen we jullie ook uit. Hey. Want Schalli kent het verhaal vertellen, hè? Ja, ik ken nog een heel, ja. Nog een heel mooi verhaaltje. Ja. En ik vertel het nou niet, maar. Nee, nee. Dan moet je lachen, want je nog weer te maken met de madame met tijd. Ja, ja. En dan ruit ik wat geslagen worden naar binnen kruipen. Ja. Het was zomers, weet je wel, zomers. En het ding nog allemaal warm daar allemaal. Ja. En ging dus, soms ging ik met de meid naar binnen liggen. Ja, jonge, jonge. En we waren er nog in de buurt. Ja. Ja. En dat gezien en die ging het even stoor vertellen. Oh. Het tegen Milan vermelden. Ja. Ik ben hier zo mooi gesmeerd en altijd met zijn tong buiten het bord. Ja, dat heb ik gezien. Ja, dat is een paalslid. Ja.
Grammophone en een frietje met